En jullie zien mijn PowerPoint. Mijn scherm is te zien. Oh ja, ik zie dat jullie mijn scherm kunnen zien. Wat hebben wij gedaan? Ik hoor mezelf een beetje echo, maar ik praat gewoon door. Wij zijn bezig geweest met de uitbreiding van het geavanceerde filter. Daar kunnen gebruikers nu ook op type regelgeving doorfilteren. Dat laat ik straks zien. Daarmee in verlengde zijn ook de annotaties uitgebreid met die instructieregel, instructie-instrument en de instructietaakoefening. En we hebben een POC gedaan om een regeling te kunnen doorzoeken op tekst. Voldoet in een grote behoefte. Helaas is het zo dat die POC heeft uitgewezen dat de effect was dat het niet gewenste resultaat was. En dat had onder andere met name te maken met performance. Dus deze hebben we even teruggedaan naar de tekentafel. Daar gaan we opnieuw nadenken hoe we die goed kunnen implementeren zonder dat de kosten gaat van de robuustheid en de performance. Daarnaast hebben we nog een hele rij bugs gefixt. Die ga ik niet allemaal tot in detail hier noemen. Je nalezen. De oplettende lezer zal hier een hele belangrijke feature missen. Ik heb hier wat omgevingsgeluiden, dus ik doe even mijn koptelefoon op. Helaas mist een vrij belangrijke feature op deze eerste pagina. Die staat helaas nog op de volgende pagina en dat is de feature tijdreizen. Bij de aansluiting, 2 weken geleden gaf ik aan, we moeten nog aansluiten op het endpoint voor de verbeeldingen. Tijdens die aansluiting liep er tegen wat impediments aan. Die zijn gelukkig vlot opgepakt door Team Ozon en ook inmiddels gefixt en beschikbaar gesteld. Dat betekent wel dat wij komende sprint hier ook nog mee bezig zijn. En ook de bugfix van het applicatiefilterpaneel is een vrij lastige. En wat ook doorloopt, wat net niet heeft gehaald, zijn het resize van het linkerpaneel en de documentenlijst voorzien van planinformatie. Dus het zijn allemaal features die het net niet hebben gehaald. Die hoop ik volgende keer te laten zien. Wat ik nu heel kort laat zien, is de uitbreiding van het geavanceerde filter. Ik weet niet of er tot hier tot nu toe vragen over zijn. Dan ga ik mijn scherm even kijken, waar is mijn browserscherm? Als het goed is, zien jullie nu mijn browserscherm met de viewer. We zijn vandaag met z'n allen in Utrecht. De Brennerbaan 150. Ik kom in het overzichtsscherm en ik zie dat er op deze locatie, officieel wat hierbij hoort bij dit adres, zijn 21 documenten. Ik kan eventueel nog even in de documentenlijst kijken van welke zijn dit. Het zijn 5 gemeentelijke documenten, 1 provinciaal document en 15 rijksdocumenten. Ik ben echter geïnteresseerd en ik ben nu naar het filterpaneel gegaan en ik zie hier onderaan het onderdeel geavanceerde filters. Dat is echt een onderdeel wat meer voor de doorgewinterde gebruiker bedoeld is. Een burger of een initiatiefnemer zal hier niet zo gauw komen. Dit is echt bedoeld voor de bevoegde gezagen zelf. En ik zie dat hier een onderdeel is bijgekomen, dat heet type regels. Ik zie hier toggletipje. Ik kan hier vervolgens lezen van wat houdt het precies nou in deze filtermogelijkheden. En als ik openklap, dan kom ik uit bij welke opties ik nu heb. Dus het zijn zeg maar de type regels. Dus de direct werkende regels, de regels voor iedereen, omgevingswaarde regels en instructieregels. Enerzijds ook te nemen type besluit en voor het uitoefenen van een taak. Hoe gaat dat werken? Ik begin even bij de eenvoudigste direct werkende regels. Ik kan er trouwens ook meerdere tegelijk aanvinken. Ik begin even bij de direct werkende regels. Ik klik op toepassen. En ik zie vervolgens, mijn lijst, ik heb er nu nog maar 13. Ik klik bijvoorbeeld even provinciale document aan. Ik zie daar een concept omgevingsverordening van provincie Utrecht. Bekijk die regels op die locatie voor die filterwaarde.
En ik krijg hier een verzameling van artikelen die dus voldoen aan die filterwaarde. Ik zie hier ook bovenin in dat keuzeblokje zie ik ook die opties staan. Direct werkende regels, dat is waar ik voor gekozen heb. En ik zie dat ook terugkomen in mijn annotatiescherm. Je type regelgeving, de regels voor iedereen. Dus dat zijn nu de regels die nu getoond worden. Ga ik een andere laten zien. Instructieregels voor het nemen van het type besluit. Nou, hier krijg ik te zien welke waardes vallen daaronder. Ik zeg, geef mij de instructieregels voor het nemen van het besluit. Calamiteitenplan. Ik zeg toepassen. En als het goed is, wordt het aantal van de documentenlijst weer aangepast. Ik heb er nu nog maar 9. Alleen maar Rijksdocumenten. Nou, hier zagen we gisteren nog wel een schoonheidsfoutje, want hij toont nu... bovenste is de besluit de kwaliteit leefomgeving, maar we zien hier ook nog documenten die we van de informatiehuis ruimte krijgen. Dus de WRO-plannen, nou, die kennen natuurlijk deze annotaties niet. Dus die moeten we eigenlijk op dezelfde manier gaan tonen met het informatiepaneel van let op. Deze voldoen niet aan de filterwaarde, maar kunnen wel relevant zijn. Dus dat gaan we nog toevoegen. Ik kijk naar de BKL, zoals ze hem ook noemen. En ik krijg alleen dat ene artikel. Wat voldoet hier bovenin zien we weer die filterwaardes, instructieregel voor calamiteitenplan. Ik zie hem hier ook staan. Hij is ook toegevoegd aan het annotatiescherm. Eén artikel. En dan heb ik tot slot nog de laatste. Laat ik even kort zien. Instructieregels voor het uitoefenen van een taak. Nou, ik zie hier van wat valt hier allemaal onder. Nou, geef maar. Ik had al gekozen voor faunabeheereenheid. Ik zeg toepassen. Ik zie hem ook hier weer bovenin staan. Ik zie 9 rijksdocumenten en ook weer provinciaal document. Dat is weer die omgevingsverordening van Utrecht. Maar nu krijg ik als het goed is een andere reeks artikelen. En ik zie ook inderdaad, die gaan allemaal over die faunabeheer en wildbeheer. En ik zie ook hier dat terugkomen in het annotatiescherm, instructieregel voor faunabeheereenheid, et cetera. Tot zover mijn demo over de uitbreiding van het geavanceerde filter. Zijn hier vragen over? Ja, kan jij in de chat staan in ieder geval een vraag over tijd krijgen? Ja. Ja, dat is een lastige natuurlijk. Hè. We gaan nu, inmiddels op dit moment hebben we geen impediments. Dus we gaan nu aansluiten op die, verder met die verbeeldingen. Ja, daar zijn we in ieder geval deze sprint die nu begint, die net gisteren is begonnen, zijn we in ieder geval mee bezig. Als we tegen niet weer gekke dingen aanlopen, dan is de ideale situatie, ideale flow, dat we daar over 2 weken mee klaar zijn. Ja, dan is het nodige testwerk natuurlijk wel. Ik merk ook dat het... Ja, behoorlijk intensief is qua testwerk. Ideale situatie over 2 weken klaar. En dan kunnen we beginnen met de uitrol. En dan zal het met 1 week of 3 beschikbaar zijn op de pre-productieomgeving. Maar ja, dat is slag in de lucht. Hè, want het is vrij complexe materie. Het is af en toe lopen gewoon tegen dingen aan. Dat is gelukkig wel snel opgelost door Team Ozon. Maar ja, het vertraagt wel een beetje. Ik hoop dat dat antwoord is op de vraag. Ik hoor nu niks. Ik weet ook niet of er wat gezegd is. Oh, er is tijdrijden naar de toekomst. Nee, dat is niet de afspraak. Oké. Okay. Hoe bedoel je? De vraag wordt de default instelling voor gebruikers van de viewer. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat ziet de viewer als hij verder niks instelt? Ja, dat snap ik. Maar over welke feature gaat dit? Dit ging over het filteren van instructieregels. Oké, okay, ja. Dat de gewone... Het geluid valt weg, maar ik denk wel dat ik genoeg informatie heb om daar antwoord op te geven. Standaard worden daar alle waardes getoond. Ik kan het nog wel eventjes snel laten zien. Hup.
Ja, ik merk wel dat hij de laatst gekozen waarde vasthoudt, maar standaard staat hij bijvoorbeeld bij de onderste op alle adressaten. En bij de instructieregels voor het nemen van type besluit staat hij standaard ook op alle instrumenten. Maar ja, ik weet, is dit voldoende antwoord op je vraag? Ik hoor nu geen geluid uit de zaal. Ja. Zijn nu geluid? Ik krijg nu geluid uit de zaal. Lara, laten we even kijken wat handig is. Zijn er nog anderen die een microfoon aan hebben staan? Ja? Het zingt een beetje op. Ja. We zitten met een beetje een rondzing, mensen thuis. Dus... Kan je ons nu horen? Ja, ik hoor de zaal nu. Oké. Wilfred zei net, Cara, dat er even nog even moet worden gekeken inderdaad naar de algemene instellingen voor de gewone gebruikers, zal ik maar zeggen. Dus niet per se naar het geavanceerde deel. En of daar de filtering nou goed voor staat, maar, of de basisfiltering. Maar dat komt later anders wel. Oké. Zijn er nog verder nog vragen? De zaal, dat je niks hoort uit de zaal, klopt nu, want het is stil. Oké, dan gaan we gauw verder met Jeroen. Een handje. Ja. Welin. Ja, Cara, goedemorgen. Kan jij eens aangeven wanneer je de toekomstige... dat je in de toekomst kan reizen, wanneer dat gerealiseerd wordt. Want het stond wel in deze PI gepland, toch? Wat wij gaan doen is het weergeven van toekomstige regelgeving. Dat is niet hetzelfde als reizen naar de toekomst. De tijdreizen gaan we alleen terug naar het verleden. Maar het weergeven van toekomstige regelgeving, dat zit in ieder geval wel de tweede helft van dit increment. Oké, ja. Wat is het verschil dan? Dat het geen onderdeel is van de flow voor tijdreizen. Okay. Maar ik denk dat het verstandiger is dat we het bespreken op het moment dat we het geïmplementeerd hebben. Ja, oké, dankjewel. Oké, nou, dankjewel. Applaus. Ja. Het is toch fijn dat iedereen het dan ook doet, hè? Dankjewel, Cara. Jeroen, de andere viewer. Ja. De andere viewer, voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Jeroen Waandrecht, product owner van de viewer document op kaart. De viewer die bedoeld is voor professionals en belanghebbenden die het document als uitgangspunt gebruiken om vast te stellen wat mag waar. Ik ga even mijn scherm delen. Is het zichtbaar? Ja. Oké. Nou, de afgelopen sprint hebben wij een aantal zaken weten af te ronden en een aantal zaken niet. We hebben wat ziekte gehad, externe verstoringen en we werken nu echt aan de moeilijke onderdelen. Waardoor we wat moeilijkheden zijn tegengekomen. Wat we wel hebben afgerond is de merge met de VRK. Dus wij mergen iedere sprint met de VRK om de laatste wijzigingen mee te krijgen. We bouwen op dezelfde codebase. We hebben gerealiseerd dat we extra kenmerken van het document kunnen tonen. Bijvoorbeeld een link vanuit het document naar de corresponderende plek bij LVBB. Dat je naar het officiële stuk kan. De breedte van de panelen hebben we vorige keer in de sprint hiervoor gerealiseerd. En we hebben nog wat zaken gefine-tuned die nog niet helemaal correct werkten. Dus dat werkt nu allemaal helemaal soepel. En we hebben een start gemaakt met het inrichten van een ontwikkelomgeving voor een showcase. Ik ben ook product owner van de kaartmotor en dat is een middleware applicatie die bevragingen optimaliseert voor viewers. En via de kaartmotor kun je vragen makkelijker stellen als viewer en
ja, kunnen we ook de performance verbeteren en dat soort zaken. En wat we willen doen is dat we een showcase maken waarin we een frontend functionaliteit koppelen aan de kaartmotor om te laten zien dat het werkt. En ook om ervaring op te doen met wat komen we allemaal tegen als we koppelen. En mogelijk ook dingen tegenkomen die nog niet helemaal goed gespoord worden, zodat we die nog kunnen aanpassen. Dus daar is de showcase voor. En een ontwikkelomgeving hebben we al vast klaarstaan. Nou, wat hebben we nog niet afgerond in deze sprint en gaat door naar de volgende sprint? Dat is alles rondom plekinfo. Dus als jij een document zoekt en je selecteert er een, dan starten we met de informatie op die plek in het document. Dat is vrij complexe functionaliteit. Dat is ook best complex in de VRK. Dus onze developers moeten zich inbijten in de code. En ook de aanroepen naar Ozon zijn best complex. En daar komen ook een aantal dingetjes tegen die beter kunnen en efficiënter. En daarvoor hebben we ook al een change aangegeven bij Ozon. Die kon niet in dit kwartaal worden opgelost, maar hopelijk wel het volgende kwartaal. Zodat we daar gebruik van kunnen gaan maken. Dus nou ja, alles rond de plekinfo gaan we in de komende sprint oplossen. Dat gaat nog niet helemaal performen zoals we willen, maar hopelijk met de change die we aangevraagd hebben wel. En dat gaat dan later via de kaartmotor. En wandelen op getekend gebied is ook doorgeschoven. Dat hebben we grotendeels klaar, maar een aantal dingen nog niet. Dat is dat als jij in een document kijkt en het werkingsgebied op de kaart ziet, dat je ook een gebiedje kan tekenen in het werkingsgebied van het document om te kijken wat is daar aan regels. En dat wordt dan met het tekenen ververst in het document, de informatie. Het tonen van annotaties in de agenda, dat was al gepland dat het over twee sprints ging. Dus daar gaan we mee door, daar zijn we mee gestart. En dat ronden we dan af in de komende sprint. Dus dan is dit het pakketje voor de komende sprint. Weer een merge uitvoeren. De merge met de VRK viel vorige keer mee. Dat ging eigenlijk heel snel. Maar wat we nu hebben vastgesteld is dat er 75 merge conflicten zijn, zoals dat heet. Iedere keer doen we eerst een analyse op wat gaan we tegenkomen als we die merge uitvoeren. Vorige keer waren er 3 tot 4, nu zijn het 75. Er zijn iets meer. Maar ja, als het meevalt, valt het mee en zijn het niet al te complexe conflicten en ja, komt dat goed. Daarnaast natuurlijk het afronden van plekinfo. En daarnaast zijn er ook een aantal bevindingen geconstateerd met de functionaliteit die eerder is gerealiseerd en die willen we ook graag oplossen in de komende sprint. Nou, dan voor de kaartmotor. Wat we hebben afgerond in de afgelopen sprint is de inhoud van het document teruggeven. Dus die kaartmotor die realiseert de services voor viewers om alle informatie op een effectieve manier en efficiënte manier te serveren. Nou, het loopt een beetje achter de planning van de VDK aan. We koppelen ook niet direct, dat gaan we pas na dit kwartaal doen. Maar we maken al wel de services. Dus dit zijn de services die we afgerond, de inhoud van het document teruggeven. Daarnaast hebben we een omgeving ingericht waarmee we de performance kunnen monitoren. En we hebben analyse uitgevoerd op een aantal zaken. En twee functionaliteiten, eigenlijk services, hebben we verplaatst naar de volgende sprint. Dat gaat over de inhoud geven van overige tabs. Dus naast de regelstabs hebben we ja, verschillende andere tabs die documenten kunnen hebben. En daar zit ook content in die geserveerd moet kunnen worden. En daar kunnen ook interne links weer in zitten. En die willen we dan ook terug kunnen geven. Dus het vooruitzicht op de komende sprint is dat we alles op locatie gaan doen. Net als de VDK eigenlijk. Overige tabs in interne links. En dat we ook alle regels terug willen geven die matchen met een punt op de kaart of een getekend gebied. Dat is eigenlijk wat ik net zei over de VDK, wat daar gerealiseerd is. Willen we in de kaartmotor op een efficiëntere manier via een service aanbieden. En het tijdelijke regelingdeel van het document op locatie gaan we ook een service voor maken. Dat was mijn update. Zijn er nog vragen? Kijk even in de chat. Oké, super. Dankjewel. Geen vragen. Geen vraag van Welin. Kan je hem lezen? Kunnen we de resultaten van deze viewer ook zelf ergens zien? Je geluidsaanwijzing. Ja, we zijn aan het werken aan een acceptatieomgeving en we gaan straks ook naar prepod, maar daar zijn we nog niet. Dus ja, de acceptatieomgeving is eigenlijk alleen voor ons team en voor het geven van demo's.
Dat hangt achter een wachtwoord op zich. Dus ja, eigenlijk officieel nog niet. Oké, duidelijk. Dankjewel. You're welcome. Jeanette, deel jij zelf je... Ja, oké. Dankjewel. Mijn naam is Jeanette Brink, product owner van Team 13 Uitvoeren. En ik wil jullie meenemen in wat we afgelopen sprint gerealiseerd hebben. Het thema van deze sprint, het motto, was in lijn met eigenlijk het motto van de hele BI, die is Solid as Rock. En wij hebben daar elke sprint een eigentijdse rock bijgezocht, of berg. En dat is deze sprint de Tafelberg geweest. Dus die zien jullie hier afgebeeld. Dan de terugblik op de vorige sprint. Even bijdraaien. Die heeft eigenlijk voor het grootste gedeelte in het teken gestaan van de migratie naar OpenShift 4.9. Het is een technisch verhaal geweest, deze sprint. Dus dat is een belangrijk deel geweest. Verder zijn we bezig geweest met Jaeger tracing. Dat bestaat eigenlijk uit verschillende onderdelen. Deze sprint hebben we alvast iets gedaan, namelijk de logging van componenten gelijk trekken met het formaat dat afgesproken is. We hadden nog wat restwerk uit de vorige sprint om services horizontaal schaalbaar te maken. En we hadden nog wat bevindingen uit de end-to-end testen om dat robuuster te maken. En ook dat hebben we kunnen afronden. Wat eigenlijk een continu proces is, bevindingen oplossen. Dus dat staat gewoon in progress. Zal ook in de volgende sprint wel gaan gebeuren. En de volgende sprint staat in het teken van Jaeger tracing. Daar gaan we de tracing toevoegen aan de bestaande logregels. Daar moeten we het een en ander voor doen. En een hele belangrijke is versie 2 van de CRUD RTR. Daar zijn we deze sprint mee begonnen. En daar heb je een vraag? Ja, dat Jaeger tracing, wat trace je daar nou precies mee? Nou, ik weet niet of ik alle technische details kan vertellen. In leventaal. Ja, nou, bijvoorbeeld, we hebben een trace ID, zodat je berichten en dingen die door de hele keten gaan, dat je die kunt volgen. Zodat als er ergens iets fout gaat, dat je dingen ook aan elkaar kunt relateren. Dat moet op een bepaalde manier moet je dat loggen, zodat dat door de tools ook op de goede manier opgepikt kan worden en doorgegeven. Daar zijn we dan nu eigenlijk mee bezig om te zorgen dat we ook overal die trace ID op een nette manier vastleggen. Zodat je het echt de hele keten door kunt volgen. Ja, voldoende hoor. Ja. Dat is wat dat is. Ja. En dan hebben we dus die CRUD RTR versie 2. Daar zijn we deze sprint al mee begonnen. Maar daarvan wisten we al, die is te groot om in één sprint te doen. Het wordt nog even spannend of we een komende sprint helemaal kunnen afronden, maar dat moet later vandaag blijken bij de sprintplanning. Dat is in ieder geval een belangrijke om, die gaat een groot deel van de sprint in ieder geval vullen. Zijn er dan nog vragen? Ja, inderdaad. CRUD staat voor Create, Retrieve, Update en Delete. Dat is een van de services van de API's die we bieden. Daarmee kun je allerlei gegevens uit de RTR opvragen, werkzaamheden en activiteiten. En die willen we robuuster en stabieler hebben. Dus dat is de reden dat we daar een versie 2 voor gaan maken. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Kijk.
Ik verwacht dat we wel een demo zouden krijgen, maar valt mee. Ook wij hebben ons vooral gericht op robuustheid. Als het goed is er ergens een presentatie die langzaam zeker getoond wordt. Die loopt iets achter. Nog de volgende slide. Ja, dus zoals hier staat. OS4-migratie, net genoemd door Jeanette. Oplossen van security issues is eigenlijk een continu proces. Dat staat hier als afgerond. Maar daarnaast die ook in progress. Het laatste is de werkelijkheid. Verder labels toevoegen aan Kubernetes-objecten. En verder, ook wij zijn bezig met logging en tracing, wat Jeanette net uitlegde. Dat is ook logisch, omdat wij als verschillende projecten binnen de Rijkswaterstaat gelijktijdig een aantal activiteiten verrichten om ervoor te zorgen dat we een consistent geheel opleveren in het kwartaal. Wat is er in progress? Bevindingen oplossen, weeklacht issues en security issues. Zie je eigenlijk iedere sprint weer terugkomen. Verder zijn we bezig om te kijken, samen ook met de andere afdelingen, om onze masterprogramma's te verbeteren. En ervoor te zorgen dat we sneller kunnen deployen. We willen nog eens een keer iets misgaan ergens in end-to-end testen. En dat is vervelend, want daarmee kunnen we ook onze SLA-bank niet halen. Als op een gegeven moment een bug snel opgelost moet worden. Dus daar vindt echt veel activiteit in plaats door eigenlijk ieder project bij ons. En ook die trace ID's waar je net het over had. Nou, daar gaan we de komende sprint mee bezighouden. Dat zijn de issues die in progress zijn, uiteraard. En verder zijn we nog bezig met het reflecteren van onze CMS. Waardoor we minder afhankelijk zijn van het CMS om eigenlijk het loket te tonen. Het voordeel daarvan is dat er mocht straks het CMS een keer ergens uitvallen, dat dan in ieder geval de website opkomt, niet helemaal zoals het gebruiker het wil, wel zodanig dat een aanvraag ingediend kan worden. En dat is eigenlijk de belangrijkste eis. Dat was hem. Zijn er nog vragen? Ja. De highlights van de afgelopen sprint voor team knooppunt en beveiliging. Separate user store voor eindgebruikers in het kader van robuustheid zijn we mee bezig geweest. Verder refactoring, ABMS, ook in het kader van robuustheid. En dat, daar zijn we de hele PI verder ook mee bezig. En de upgrade van de WSO2 Identity Server. WSO2 is de pakketsoftware die wij gebruiken. En we gaan hier naar de meest recente versie. Daar zat een bug in en we zijn nu aan het testen. Middels een nieuwe versie gegeven. We zijn nu aan het testen of dat het probleem daar inderdaad in is opgelost. En of er geen nieuwe problemen zijn opgetreden. Als dat zo is, dan kunnen we verder de upgrade voortzetten. Sprint 4. Migratie naar OpenShift 4.9. We hebben al een aantal voorbereidingen gedaan. En de komende sprint gaan we daar verder mee aan de slag. En verder de service voor het opvragen van de status verzoeknotificatie. En daarvan gaat PR12 straks gebruik maken om de verzoekenmonitor verder uit te breiden. En de verzoekenmonitor is een monitor die gebruikt wordt door functioneel beheerders om te kijken wat er met de verzoeken is gebeurd. En verder het aanpassen van de respons voor de CPA status service, zodat die voldoet aan de API-strategie en de afnemer daarvan ook de gebruikerstoepassing daar weer gebruik van kan maken. Dat was het. Vragen? Daar stond ik als volgende. Ja, ik ben wel bekend, projectleider van gebruikstoepassingen.
Ja, wat hebben wij gedaan afgelopen sprint? Vooral dus weer gewerkt ook aan de gerelateerde verzoekerservice. En het mooie wat ik daarvan kan vertellen is dat we eigenlijk bijna alles functioneel nu hebben afgerond. We hebben een stukje, doordat het qua tijd deels niet mee zat ergens, wat naar voren kunnen halen. Betekent wel een validatie, die willen we nog bouwen. Dat zit dan in volgende sprint. Dus alleen, maar je kan in ieder geval straks in onze sprint review, want het is wel technisch om hier te laten zien. Omdat je natuurlijk alleen met, zoals ook bij Bovenpunt of zo, die service kunt aankopen. Maar kan je dus zien dat ten opzichte van eerdere keer, de vorige keer, we hebben het uitgebreid omdat je kan bevragen met een bezoeknummer. Daarbij kan je ook dus filteren op een periode. Dus je kan alleen resultaten van een bepaalde periode terug krijgen. En ook dat je kan kijken naar de activiteiten die erin zitten. Dus dat is bij elkaar echt functioneel gezien zoals we het hadden. En wat we dus nog gaan bouwen aan validatie is dan, ja, die activiteit die je opgeeft, die zou in theorie niet kunnen bestaan. Dan krijg je dus geen respons terug, maar dan is het even onduidelijk van ja, is het fout? Dus vandaar dat we daar een validatie op gaan bouwen nog. Dat we kijken in ieder geval even van ja, bestaan die activiteit überhaupt op die locatie die je hebt ingezet. Daarnaast hebben we gewerkt in het kader een stukje robuustheid. En wat eigenlijk ook José net aangaf van ja, het voldoen aan die API-strategie. Ja, niet alles wat wij gebruiken hoeft te voldoen aan de API-strategie. Want wij gebruiken ook zaken die buiten het stelsel zitten. Of we hebben sommige stukjes wat zeg maar front-end, back-end met elkaar communiceert. En waar we dus inmiddels hebben gebouwd, die hebben detailfoutmelding die je soms ziet. Alles wat conform API-strategie is, krijgen we heel mooi details daarin weer. Maar alles wat daar niet aan hoeft te voldoen, ja, daarvan is dat lastig. Wat we nu hebben gedaan, is om daar toch zoveel mogelijk details van weer te geven. Dat, en ook in ieder geval minimaal welke service we hebben aangeroepen. Die dus dan met een foutrespons terugkomt. Dat het ook makkelijker wordt uiteindelijk straks om na te zoeken waar gaat het op dat moment dus mis. En dat de gebruiker ook wel daarvan moet, een beeld heeft, kan hebben als hij op details kijkt van waar gaat het eigenlijk niet goed op dat. Dat helpt hopelijk inderdaad ook straks uitgeven om wat sneller verder te ontwikkelen. Dat zijn de belangrijkste zaken die we zo meteen laten zien in onze sprint review. Daarnaast een klein stukje tegenslag gehad, ook door wat ziekte, wat vorige keer ook al helaas niet af was, die refactoring voor verbeterd zoeken. Juist net bij de ontwikkelaar die bij dat stuk werk bezig was inderdaad. Daar vooral de thuissituatie wat ziekte waardoor ik daar nog minder aan heeft kunnen werken. Naast dat dus tegenval, dit ook. We zijn wel in deel 2, hebben we ook deels opgepakt, maar ja, dat laat nog even op zich wachten. Dus wanneer we dat kunnen rond. Over de voordeel, ja, het is een refactoring, denk ik, want het team heeft er gelukkig last van. Ja, even verbeterd. Maar vooralsnog verwacht ik nog alles af te doen. Dankjewel. Caroline van der Zwaag, PO van Ozon. En vandaag een speciaal moment, want de meeste mensen van Ozon zitten hier ook in de zaal. Dus dat is wel. Ik ga ook even heel snel door onze sprint heen. Sprint 3 alweer. Ook voor ons robuustheid. Nou ja, het zal geen verrassing zijn voor jullie. We zijn begonnen met het automatiseren van download service. Mooie stappen ingemaakt. We hebben diverse performance dingen opgepakt, met name ook aan de registratiekant hebben we wat analyses en boxen uitgevoerd met verschillende resultaten. Grote zoekgebieden afkeuren, daar zijn we mee bezig, dat is nog in progress, ook dat is voor de performance verbeteringen. En de performance test van presenteren V6 API naar de V7 API, daar zijn we met de performance test bezig. Voor de viewers zijn we ook bezig geweest, zowel voor VRK als VDK. De bovenste is iets op verzoek van VDK, wat we hebben gedaan. Het is hier niet goed te zien, maar hopelijk voor de mensen thuis wel. Dus zijn we API-specs voor het uitleveren van de geometrie bij regelingsgebieden. Jeroen, maar daar neem ik zo meteen nog even contact voor je op. We gaan er even kijken of dit is wat jullie willen. Dus dat komt nog. Helemaal goed. De legenda, zoals Karel al aangaf, de impediment die gevonden was, die hebben we opgepakt en gelijk geleverd. Die staat ook al live, of het is er, op de FTO. Volg, alsjeblieft.
Waar we ook mee bezig zijn geweest voor de viewers, dat is met de verschillende niveaus van de kaartlagen. Ook dit zal voor de mensen hier niet goed te zien zijn, maar we hebben wat moois geïmplementeerd, waardoor we de verschillende kaartlagen van Netbox taal mee kunnen geven aan de gebruikers. Voor de extra omgeving hebben we nog een herstelplan geactualiseerd en geleverd aan de mensen die hem nodig hebben. En we hebben diverse urgente bevindingen / bugs opgepakt. Ik hoorde een piepje. Ik denk dat het Jensen er is. Ja. Dat is een belletje. Wanneer is een zoekgebied groot? Kan iemand mij daar uit de zaal mee helpen? Wanneer het groter is dan het grootste perceel in Nederland, is het antwoord van de vraag. Is dat daarmee je vraag beantwoord? Wat is het grootste perceel in Nederland? Tot de contactcentrum van het kadaster. En ik ga eventjes... Isakjan, ik denk dat wij daar wel even een berichtje over kunnen bedenken. Bart, ik zie Bart te typen. Jan gaat bellen. Oh, Isakjan, Bart gaat jou bellen. Ja? Helemaal goed. Ik wil heel even kijken, we zitten nu al echt halverwege deze PI. Hoe we lopen, op dit scherm is het niet zo heel goed te zien, maar we hebben een aantal dingen die al af zijn. Die had ik groen gemaakt, een aantal dingen waar we eigenlijk lopen zoals verwacht. En een aantal dingen, nou die zijn geel, die komen er wel uit. Waarvan we zeggen, nou we zijn onderweg, maar het is nog niet af. Extra omgevingen, loopt in detail achter, maar eigenlijk is het af. Nou, dat was bijvoorbeeld dat herstelplan wat we hebben geactualiseerd. De performance test, zijn we mee bezig. We wachten nog hier en daar op een beetje input. Maar als we dat hebben, kunnen we door. Performance PI 22. Druk bezig en eigenlijk lopen we voor schema, want we zijn al ermee begonnen. Terwijl we pas in sprint 4 ermee zouden beginnen. Maar ja, omdat bij performance test nog een beetje tegen dingen aanlopen. Alvast een waarschuwing dat performance misschien ook daar last van gaat krijgen. Voor de rest, loopt het allemaal? Bart? Jij mag ook Winfred bellen. Maar jullie zitten hier bij elkaar in de zaal, dus dat komt goed. Dat snap ik. Laatste sheet. Aankomende sprint. Omdat we vandaag allemaal hier zijn, gaan we vandaag eigenlijk pas sprint wisselen. Dus dit is toch even een voorbouw. Maar dit zijn de epics waar we aan gaan werken. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als afgelopen sprint. Urgente bevindingen, performance, vijf minuten tijdreizen. Klein stukje monitoring nog, automatisering van download servers. Klein stukje demand van de viewer en reliability. Dat zijn de dingen die bij ons op schema staan. Evert. Ja, de document viewer hadden we ook nog een aantal bevindingen ten aanzien van performance. Ja. Is goed, we gaan die bespreken. Komt goed. Meer vragen nog? Wacht dan. Ik heb je net nog wat gemaild. Ik weet niet of je dat vinden in je mail. Oh, sorry. Dank je wel. Ik wil zo graag. Even stelselgetalen in je hangen. Mijn naam is Frans Kortenaf, product owner. Ik zal even hoog over de stand van zaken doorgeven. Afgelopen sprint zijn we nog bezig geweest met bevindingen WCAG audit oplossen. Het is nu echt op een haarna gevuld. We hopen aanstaande sprint dat af te ronden. En we zijn bezig geweest met UX verbeteringen voor de werkzaamheden. Nou, gezien de tijd zal ik dat volgende keer wellicht laten zien. Wat gaan we de volgende keer nog meer doen? We gaan eigenlijk de focus leggen op het inrichten van de extra omgevingen. En daarmee beginnen we met de ketenacceptatieomgeving.
om die in te richten en wellicht aan te sluiten de rest van de keten. Voor informatiehuisruimte. Daar zijn we bezig geweest om een filter in de API aan te brengen. Waarmee je op de naam van het bevoegd gezag kan filteren. Het is het publicerende bevoegd gezag, zoals het plan in eerste instantie in de ruimtelijke plannen is gepubliceerd. En afhankelijk van de bronhouder is die naam ook geüpdate aan de hand van gemeentelijke herindeling. Maar dat is niet altijd het geval geweest. Goed, we hebben daar in ieder geval de mogelijkheid om nu te filteren op naam bevoegd gezag. Dan hebben we ook een verbetering voor geozoeken doorgevoerd. Waarmee we eigenlijk de gebieden die alleen aan de buitenkant raken van een zoekgebied niet meer meenemen in de selectie. Dat was voorheen wel het geval, waardoor je dus heel veel overbodige informatie in het DSO te zien kreeg. Nu slanken we dat heel erg af. Nou, we gaan ondersteunen ook stelselbetalers bij het inrichten van de nieuwe omgevingen. En we beginnen morgen met een startsessie voor het testen met gebruikers voor de overbruggingsfunctie neuronaliteit van informatiehuisruimte. Tot zover even de update. Ik weet niet of er vragen zijn. Geen vragen? Dan was dit hem. Goedemorgen. Nou, ik ga een dansje gaan doen. Oh, snel. Ik heb applaus voor deze site, of niet, Marco? Without geography, you're nowhere. Het lijkt mij belangrijk om vanuit Grenhoven even te melden. En ik zei al tegen Marco Duiker dat ik deze speciaal voor aan hem dacht toen ik deze erop zette. Omdat ik weet dat jij de vorige keer ook een keer heel enthousiast over een of andere geografie. Volgende site. Belangrijkste vorderingen van deze sprint. We hebben de werkplaatsen voor het programma met de provincies afgerond. Ik had daar eigenlijk vanmorgen nog uitroeptekens bij willen zitten, want ik ben daar echt super blij mee. Afgelopen vrijdag hebben we de laatste sessie gehad. We deden daar met een tweetal provincies, of eigenlijk zaten er drie provincies bij, maar een programma van die eigenlijk over twee provincies heen ging. Een beheerplan van het natuurgebied. En het was echt super leuk om te horen, juist van die provincies, wat die daarvan geleerd hebben. Er waren provincies of mensen van de provincies bij die überhaupt eigenlijk nog nooit dat de hele DSO hadden gezien. Dus die daar wonderbaarlijke ontdekkingen deden. En eigenlijk, ja, ik vond ze eigenlijk heel positief eigenlijk. Ik ben gewoon super baas. Ja, voordat iemand gaat zeggen, nou, maar die zijn wel dan en dat. Want er staan ook best wel kritische dingen bij. Maar wat we daar eigenlijk doen in de werkplaats is kijken of ons toepassingsprofiel, of dat werkbaar is, zeg maar. Dat was eigenlijk een heel positief verhaal. Maar het is voor mensen die voor het eerst in de DSO kijken en voor het eerst resultaat kijken, super moeilijk om te onderscheiden waar ze naar zitten te kijken. Van, kan ik dit in het toepassingsprofiel? Zit er iets in de viewer wat ik niet had verwacht? Goh, ik had een hoofdlijnen willen gebruiken en ik zie hem niet terugkomen. Dus het zijn best... Nou, het is best om vanuit de werkelijkheid waar mensen vroeger in zaten naar waar ze nu ineens naar zitten te kijken vanuit een beleidsmedewerker van een provincie. Dat zijn best spannende sessies. Dus ik was heel blij mee. We zijn ook super druk geweest, dat weten een aantal van jullie wel, met de doorontwikkeling van het projectbesluit. We hebben intussen een redelijk strakke planning staan, denk ik, waarmee we de zomer gaan halen, volgens mij. Dus daar ben ik ook niet blij mee. Extreem strakke planning, inderdaad. Dus er moet echt niks misgaan. Er moet niemand ziek worden. Er moet niemand zeggen van jammer. Dan gaan we het aan. We zijn ook super druk met de ondersteuning van bestuurlijke vaststelling. Dat is al een stukje waar jullie met z'n allen waarschijnlijk relatief weinig van vinden of weten. Maar uiteindelijk heeft het best impact wat er uiteindelijk opgenomen wordt in de regeling standaard publicatie omgevingswet. Ik noem die, ik moest even naar het scherm kijken, want vroeger heette die de REP. Dus ik moest even schakelen daarover. Daar zijn we super blij mee, super druk mee. Dus dat is best een spannend ding. Komt er eigenlijk neer als wij gaan roepen met z'n allen dat die toepassingsprofielen niet verplicht gaan worden. Dan ben ik heel benieuwd wat het gebruik van de DSO gaat zijn vanaf inwerkingtraining. Dus ik vind dat best nogal een spannend ding. We zijn bezig met voorbereiden van de validatieketenwerksessie. Joepie, Paul. Kijk naar Paul. Want, yes, we gaan los. En inderdaad, dit is bijna hoor.
dit is niet mijn credits, maar ik wil er toch even melden dat we de geheeltransfers nu officieel hebben afgerond. Laatste reflectiegroep hebben gehad, waarin we ook décharge hebben gekregen. We maken nog een eindreportage en dan hebben die eigenlijk goed gevonden. Is het gewoon business as usual? Dus, ja. Aan krijg je echt décharge van het OGP, maar goed. Ja, maar de reflectiegroep gaf al van, Jitske, moet ik nou naar jou gaan? Ben je alweer zo dat ik je microfoon bij je durf te houden? Ik zou mij geen corona moeten kunnen zijn. Je bent hier. Ik ben er dus de vorige keer ook al niet in geslaagd om dat te besmetten. Dus dat is precies. Mijn vraag was over het projectbesluit. Want er wordt nog gesleuteld aan de theepot. Maar er is natuurlijk verschil tussen nog sleutelen aan de theepot, wat vaak toch best wel textuele dingen zijn. Hè? Als ik gewoon kijk wat je nog aan issues had, dan denk ik, ja, dan ga je het anders opschrijven in je theepot. Maar dat heeft niet per se hele grote technische implicaties. In hoeverre is die nieuwe versie nou geïmplementeerd in de software en per wanneer kun je daarmee oefenen? Want ik merk dat voor de communicatie vaak het lastig is om dat onderscheid te maken, terwijl bij implementatie die informatie is waar wij behoefte aan hebben. Want een oefenend bevoegd gezag kan natuurlijk geen jota schelen dat een OGB ergens een klap op geeft. Als je het in deze zomer kan gebruiken. Er gaat zoveel door me heen dat ik eigenlijk in 2 uur lang een antwoord zou willen geven. Maar volgens mij heb ik die minuut niet. Dus voor een deel ga ik daar niet over, hè, over implementatie in de keten. Maar dat is wel een heel makkelijk antwoord. Dat betekent dat wat wij hier hebben staan, dat is de route met, tot en met de OGB. Het heeft uiteindelijk ook te maken met dat stukje wat ik net... Oh, je hebt hem gauw naar de volgende sheet. Je dacht, het tijd is op. Ja, ik hoor niet zo vertepen op per besluit. Ja, dat heeft ook te maken met die opname in de regeling en dat soort achtige dingen, want dan kun je pas eigenlijk duidelijk laten overgeven. Dus voor een deel, daar ga ik er niet over, voor een deel zeker wel. En zit dat ook in communicatie en dat soort achtige dingen. Dus misschien moeten wij het ook nog even los daarover hebben. Nou, en aanvullend daarop hebben we eigenlijk voor het projectbesluit vrij strak gezegd, het moet gewoon binnen de kaders van wat we nu technisch al kunnen. Dus de theepot gaat gewoon eigenlijk faciliteren en beschrijven datgene wat we technisch grotendeels al kunnen. Dus de technische aanpassingen in de DSO in ieder geval zullen minimaal zijn. Ja, de standaard gaat niet wijzigen, zeg maar even kort gezegd. Ja. Volgende sprint, want volgens Danilo zit mijn tijd er bijna op. Dus ik ga in Jitske's tempo doorpraten, zeg maar. Dat bevalt mij altijd het allerbeste. Dit kunnen jullie volgens mij zelf lezen en dat gaan we volgende sprint zien. Wat ik hier niet op heb staan, maar wat ik wel even wil melden, is dat we ook nog bezig zijn samen met Ozon om een soort input-output check te doen op de OP-kant, OW-kant. Dus wat stoppen we erin? Wat komt er aan de andere kant weer uit? En raken we niks kwijt onderweg? Ik wil niemand bang maken, maar laten we zorgen dat we niks kwijt raken. Dus daar zijn we volgende sprint ook heel hard mee bezig. Dus dat? Dankjewel. Kort genoeg? Ja hoor. Morgen allemaal. We zijn ook bezig geweest met robuustheid. Een stukje verschonen van de code zonder het programma. Als ook het automatiseren van een aantal regressietesten. Dus daar hebben we nu een mooi raamwerk voor. Dus een aantal van de testcases al geïnteresseerd. Maar nog meer van die testcases ook automatiseren. Dat is. Verder even kijken hoor. Ja. Een paar aanpassingen in de beheerschermen en we hebben een stukje uitgebreid in de metadata bij de CIO. En dat is nodig om die te kunnen tonen bij de GIO. Dus dat je makkelijk vanuit de bekendgemaakte informatieobject ook naar de geconsolideerde variant kan gaan. Zodat je de tijdlijnen terug kan zien. Dus dat is afgerond in het kort. Kunnen we dat ook laten zien in de OEP, in de portalen. Wat helaas niet is gelukt nog, is de afwijkvergunningen afronden, als ook de download service. Dus dat loopt door in de sprint. We zijn dichtbij, maar nog net niet. In de komende sprint, dus volgende slide is dat. Dan ook een paar andere dingen op het programma. Een ervan is het implementeren van een aantal AAA-cent bedrijfsregels van STOP. Het gaat over bedrijfsregels die niet in de schematron staan. Dus dat zijn dingen die de AVB checkt. En een spike rondom het bepalen van een semafoor. Dat klinkt een beetje bijzonder, een semafoor. Het gaat erom dat we gaan kijken van oké, waar zetten we nou de restricties op? Zodat we middelen op dat we tegelijkertijd kunnen behandelen. Dus we hebben nu een
restrictie bijvoorbeeld op OEN aanleveren. Maar dat betekent als de middelen op dat worden ingeschoten, dat je mogelijk niet gebruik maakt van alle capaciteit die je in je systeem hebt. Dat is natuurlijk zonde. Dus daar gaan we verder naar kijken. Dat was hem eigenlijk voor mij. Oké. De tweede slide. Nee, hoor. Ja, dit spreekt voor zich. Altijd even de doelen van de PI. Implementatieondersteuning om de publicatieketen werk te krijgen, afbouw en productie gereed maken. Dan lopen ze stuk voor stuk even door. Hij wil niet. Oké. Spoor 1, wat hebben we daar gedaan? Het ondersteunen van de diverse partijen. Fixen van issues natuurlijk. Het afbouwen van stop tot BC-niveau. Daar hebben we de uitlevering gedaan van de resultaten van de vorige sprint, of van deze sprint dan. Het beschrijven van conditionele werkingtreding is af. Dat is eigenlijk eerder dan gepland. Dat is een keer mooi. Wat hebben we ook gedaan is stop T-pot IMOW afstemming. Op een projectbesluit, wat net voorbij kwam. En we zijn doorgegaan met documentatieverbeteringen. Nou, deze hele riedel gaan we in 2024 doorzetten. Ja. En wat gaan we hier doen is hetzelfde rijtje als daarboven. En we gaan beginnen met het beschrijven van gefaseerde inwerkingtreding. En daar voorbeelden bij maken. Waarschijnlijk zal er nog een staartje zitten aan het afstemmen van de projectbesluit. En we gaan door met documentatieverbeteringen en bedrijfsregels expliciet maken. Dit zijn natuurlijk allemaal toekomstige dingen. We lopen natuurlijk wat voor op de keten, maar dan is het maar af. Als er geen vragen of opmerkingen zijn. Ja, wat we ook zijn gestart het afgelopen sprint met vooral Frank, maar dus de hulp in ieder geval van Peters team, is om eigenlijk met elkaar functioneel ook uit te gaan werken wat er allemaal nog voor de boeg ligt, zal maar zeggen. Met name dus na inwerkingtreding. En zodanig dat we ook eigenlijk de komende kwartaal de analyse, de inhoudelijke analyse qua implementatie kunnen gaan starten. En ook met elkaar kunnen gaan bepalen wat is nou wijsheid qua implementatiestrategie. En dat wilde ik ook even vooral niet ongemeld laten, Peter. Want dat is een bultwerk waar we met elkaar aan de vooravond staan om dat aan te gaan pakken. De nieuwe validatie van invloed hebben. Ja, dat zijn inderdaad de lastige vragen. Maar de implementatie Maarten, denk ik, hè? Van die drie validaties buiten het schema. Oké. Ja, maar die keuren we niet meteen aan de voorkant af als we die corrigeren. Het gaat om validaties van verwijzingen. Hè? Ja, en die kun je dus eventueel via intrek en vervangen, zou je die nog kunnen corrigeren? Mocht je er tegenaan lopen, inderdaad. Dus we verwachten niet dat daar dus echt content door vast of klem komt te zitten in de keten. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè? Ja. Okay. Dan is volgens mij iedereen bij deze weer gerustgesteld over datgene wat we nog implementeren. Ja, oké, dan zag ik dat we Bernd vergeten waren. Zit dat klaar? Yes.
Zal ik hem overpakken, Renino? Dan kan Christian zich ook van voor gaan lopen. Even scherm delen. Ik kan iets uitlopen, maar dat was al duidelijk, denk ik. Nou, ik heb maar één sheet, dus daar zijn we snel doorheen. Voortgang van 22.3. We hebben twee onderdelen, het productieteam en zeg maar, de software-implementatie. Voor productie zijn we bezig geweest met de bruidschat, inclusief WTI-tewaren. Het ging nog wel korten en stoten, maar is uiteindelijk toch gelukt op de pre. Daarnaast hebben we wat afstemming gedaan met BZK over de issues van leveranciers die in relatie staan tot de bruidschat. Daar hebben we de meeste punten eigenlijk wel kunnen tackelen op 1 na, maar daar wordt over gecommuniceerd deze week. Daarnaast hebben we geen wijzigingsregeling op het programma staan dit jaar verder. En die tijd kunnen we mooi gebruiken om ons te storten op de software-implementatie met IM4. Wel hebben we ondersteuning die we leveren bij de internetconsultaties, waarvan er 1 nu live is, IMW. We leveren ondersteuning op het gebied van de geometrieën die dan getoond worden. En EZK die is in voorbereiding, daar zijn we mee bezig. Verder zijn we bezig ook met de planning van de inwerkingtraining van de OR en de ANVB's. Dat wordt een krappe bedoeling richting eind van dit jaar, maar daar zijn we in gesprek met de partijen die daarbij betrokken zijn. Software-implementatie, wat hebben we daar gedaan? We hebben de OR-versie geladen in IM4, een OR-versie geladen in IM4. We hebben dat vergeleken met hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Daar zijn een aantal verschillen uitgekomen. Die hebben we als bevindingen geregistreerd. We hebben ook gekeken naar een stuk versiebeheer en welke minimale criteria we nodig hebben om zo meteen de eerste stap te kunnen zetten met die software. En daar gaat het om dat we aan het einde van de PI een bekendmaking via de software voor elkaar moeten kunnen krijgen. En het handmatige werk wat we nu doen met PR35, dat moet dan via de software kunnen lopen. Voor wat betreft het bekendmakingsproces. Nou, die hebben we inmiddels allemaal helemaal scherp. En de komende sprints gaan we er hard aan werken om dat doel dan te realiseren. Dat is het even voor PR35. Vragen of opmerkingen? Geen vragen meer. Dankjewel. Bedankt. Christian. Dankjewel. Goedemorgen Danilo. Ben ik aan de beurt? Nee, volgens mij ben ik aan de beurt. Ik verstond het verkeerd. We hadden een vrij rustige sprint, want het was mijn vakantie. Toch hebben we een aantal dingen wel kunnen doen. Een van de belangrijkste dingen is wel het testen van de grote algemene set. Op onze integratieomgeving. Dat is succesvol afgerond, dankzij meerdere mensen. Van meerdere teams. Dat is heel fijn. We hebben de aansluit technische testactiviteit op de pre-omgeving teruggezet. Die staan hier, die staan linksbovenin. Content van de pre voor technische aansluit. Had dat voeten in de aarde, maar is uiteindelijk ter 11 uur omhoog gelukt. Dus we kunnen nu weer technisch aansluiten op de pre. Verder gaan we gewoon verder met de werkzaamhedenontwikkeling in de werkgroep. Verder met ondersteuning voor vragen en dergelijke. Even kijken wat dingen mis. We zijn hard bezig voor PR12 om content te leveren voor hun nieuwe software. Met de juiste geovraag uit het verleden. En de controle van de geldigheid van activiteit. Maar die lopen alle twee nog door naar de volgende sheet. Daarin gaan we ook de oefencontent voor de aansluitpunten op de pre realiseren. Dat is om te oefenen met aansluitpunten. We gaan de release van de prot A-triple accent ondersteunen. Verder de content leveren voor PR12. Hopelijk lukt dat, maar misschien. Met name de geovraag is wel een lastige. En qua beheer en exploitatie proberen we de volledige algemene set naar de pre te sturen. Ik weet niet of dat de pre gaat lukken of dat het een acceptatieomgeving wordt. Moeten we even kijken. Nou, we kunnen het ons. En de interne hulpmiddelen worden verder ontwikkeld. Vraag. Volgens mij hebben we het eerder over gehad dat je voor die volledige algemene set dan ook echt weer een lege omgeving nodig had. Ga je dit dan ook inderdaad combineren met het legen van de pre? Goeie vraag. Nee, die willen we juist niet combineren met een grote release. Want we hebben op zich geen lege omgeving nodig. De algemene set kan gewoon gereleased worden. Dus het is afhankelijk van de volgende release van de pre qua content.
technische releases, zoals de OS4 en gratis juist. En de behoefte die er is in de markt. De algemene set die er nu op de prijs staat, is al heel erg groot. Dus je moet echt denken aan vestigingadres van een gemachtigde, van een bedrijf dat nu nog net niet kan in het buitenland. Nou, die use cases die worden natuurlijk heel goed getest. Maar uiteindelijk, voor IWT moet dat wel zo zijn. Dus tussen nu en 1 januari zal die gereleased worden. En dat overleggen we met Danilo en de andere sprint. Ik hem dan heel subtiel aan Randy geven, want die zit niet aan wachten. Dan doen we daarna een voorstelrondje en dan kan Bart als Jan verhaal. De Nilo kan Jan. Dankjewel. Nou, voor iedereen die weet, kennen we nou Randy ten voorde. Product owner voor beheer. RWS. En ik wil jullie meenemen door de highlights van de afgelopen sprint, dus 22-3. Dus dat, nou, oh, ja. Dat de online charge moet zien, is nog presentatiemodus, dat zie je niet zo. Maar dat mag ook erbij, maar in ieder geval, dat is dat. Oh, je had hem zo, dat is heel goed. Nou, we zijn hier heel druk bezig geweest met de OS4.9 migratie. Er zijn vele teams bij betrokken geweest. En we kunnen in ieder geval het goede nieuws vertellen dat we geen gebruik meer maken van OS 3.0 versie, laat ik het goed zeggen. Dat komt natuurlijk de stabiliteit en de robuustheid van het systeem ten goede. Terwijl zodat het venijn eigenlijk in de staart zat. Dus we waren gisteren bezig met de pre en dat bracht nogal wat uitdagingen mee, waardoor verschillende teams wat langer hebben moeten werken. En we nu in ieder geval pre wel weer beschikbaar hebben, maar we nog wel wat uitzoekwerk daarvoor moeten gaan doen. Nou, een van de dingen die we ook veel al doen binnen release, of binnen beheer, is de releases doen binnen het RWS-domein. Dus daarvan hebben we de overload release gedaan. Daar moesten ook de nodige bugfixes aan worden toegevoegd, als ook CVE's. Dus eigenlijk security patches die nog gedaan moesten worden. Dus toen achteraf dan worden toegevoegd. Het neemt al best wel tijd voor ons in beslag, maar we hebben het toch weer kunnen realiseren, gelukkig. Een ander ding, we hoorden net eigenlijk al even gezegd worden, we hebben in de afgelopen moment ook de pre-omgeving compleet gemixt. En we hebben nu op een iets andere manier gedaan, zodat we niet alles roept zich loopt, volgens mij weg hebben gegooid. Maar meer wat intelligentie toegepast, zodat andere teams ook makkelijker daarmee over weg konden. En we hebben ook weer gezamenlijk nou nog gevuld. Dat heb ik hier niet ingezet, maar dat is wel belangrijk om te benoemen. Nou, een ander punt belangrijk is dat we veelal end-to-end testen uitvoeren. En dat is eigenlijk een continu proces waar we ook steeds verbeteringen proberen door te voeren. Dus daar hebben we ook de nodige fixes op gedaan. Als je daar meer over wilt weten, kan je ook straks komen kijken naar onze sprint review. Die is respectievelijk over 3 minuten in 3.06. En een belangrijke die we ook hebben gedaan is dat voor de end-to-end test, om die succesvol te laten verlopen, zijn afhankelijk van vele externe factoren. Dus, en het wil nog wel eens voorkomen dat die externe services dat die niet beschikbaar zijn, waardoor onze end-to-end testen vooraf eigenlijk kan falen. Nou, daar willen we snel in controle voor zijn. Daar hebben we dus nu een eerste MVP voor opgesteld, waarbij we dus beter inzicht hebben of de services beschikbaar zijn. Dat is wel echt nog work in progress. Dus we hebben nu een eerste stukje en in de volgende sprints gaan we daar ook op verder. Nou, dat is meteen ook eigenlijk, ik heb geen onderscheid gedaan, dat is eigenlijk een beetje meteen de inleiding. Wat gaan we volgens sprints doen? Maar gewoon al verder met het stabiliteitsvraagstuk. En al veel met de punten die hier ook staan. Dus er komt gewoon weer release aan, we gaan verder met end-to-end testen. En we zullen ook in ieder geval die externe service monitor verder gaan uitrijden. En als die externe services niet doen, gaat er dan nog een signaal naar de... Ja, dat is wel de bedoeling. We gaan dus in eerste instantie gewoon presenteren, een soort monitor, en daarna ook mensen daar gebruik van kunnen maken. Dus ook vooraf eigenlijk wel kunnen zien, als end-to-end testen gaan doen en er zijn bepaalde services niet beschikbaar, dat je daar dus of rekening mee kan houden, of zeg, we moeten gewoon even wachten, of het moet gefixt gaan worden. En vooral dat laatste nog wel. Ja, dat moet sowieso natuurlijk gefixt gaan worden, maar dat je in ieder geval vooraf weet, ik kan er een end-to-end test gaan doen. Maar als het niet doet, ja, dan heeft ze, als even die koppelingen niet werkt, dan is het natuurlijk eigenlijk zonde van de tijd. Kunnen we dat straks ook gaan uitbreiden, dat je dus de eindgebruiker kunt proactief kunt alerten van even bepaalde service niet die jij nodig hebt in je proces? Onder voorwaarde zeg ik ja, maar dat moet er even uitgezoeken of dat zou kunnen. Dat, ik zie daar achterin wat mensen van beheer een beetje twijfelachtig ja nee schudden, dus dat moeten we nog gaan uitzoeken. Dat moeten we gaan uitzoeken. Zoals ik zeg, dit is een eerste versie. Dan gaan we verder naar de slag. Maar goed punt. Ja. Ja, dat snap ik. Hi.
Ik wil heel even van een momentje gebruik maken om even iemand voor te stellen. Maar voordat ik dat doe, ik ben Sander Haaksma, ik ben Lead UX. En we gaan iemand voorstellen in de rol van product owner van de toolkit. Nou, ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wat de DSO toolkit is. Dus in één minuut probeer ik te doen. Alle toepassingen op het loket bijvoorbeeld, maar ook andere toepassingen, die maken gebruik van een frontend. Nou, die wordt door verschillende teams gemaakt. En in dit voorbeeld zie je bijvoorbeeld de groene knop. Die komt op elke toepassing terug. We zien er overal hetzelfde uit. Nou, hoe krijgen we dat voor elkaar? Door gebruik te maken van deze toolkit. En dat is eigenlijk een grote bak met Lego. Die wordt gemaakt door een team. En Hans zal dat team gaan leiden. Hans, stel je even voor. De muzikanten zijn mijn microfoontechniek, dat moet niet moeten liggen. Nou, hallo iedereen. Ja, 2 weken geleden was mijn eerste werkdag hier, dus ik ben nu hier weer. Ik ben inmiddels achter waar het toilet is, waar mijn bureau staat, is vooralsnog een mysterie, maar daar ga ik donderdag achter komen in Rotterdam. De DSO Toolkit, die prachtige bak met Lego, dat gaan we verder verbeteren, uitbouwen en vullen met dingen die jullie nodig hebben. Zo simpel is het. Als het er niet in zit, dan stoppen we het erin. Zo generiek mogelijk, zodat anderen het ook weer kunnen gebruiken. Nee, daar gaat het om. En ze zijn allemaal volgens de WCAG-regels toegankelijk. Dus een reden te meer om ze te gebruiken. Dan hoef je het zelf het wiel namelijk niet uit te vinden. Dat scheelt enorm. Dus dat. Wat moet ik verder zeggen? Hans Grim, G-R-I-N-N, dat is de sprookjes. Ik hoop dat ik nu iedereen dat gras voor de voeten heb weggemaaid. Zeer toegankelijk. Je kunt me altijd aan mijn jasje trekken. Als ik er een aan heb. Dus that's me. Dankjewel. Nou, ik heb 2 weken geleden alweer de laatste test gedaan met de viewer. Ik heb een heel klein fragment om jullie enthousiast te maken en hopelijk te gaan komen kijken bij de presentatie daarvan. 30 seconden? Ja. Ik zal het heel kort doen. Op welke criteria of factoren is gefilterd om deze lijst regels te krijgen? Als burger zou ik zeggen van, ik kom uit de buurt van Rotterdam, hè? Ja. Ik heb mijn verschillen. Ja, precies, als het maar relevant zijn voor waar je naar op zoek bent. Ik ga ervan uit dat wat hier getoond is, wordt, dat hetgeen is wat relevant is voor mij. Ja, dus deze meneer had helemaal goed begrepen. In de zin van, het maakte hem niet uit waar de regels vandaan kwamen. Hij ging er gewoon vanuit dat wij de goede filtering of selectie erop loslieten. Het viel een beetje weg. Hij zei van, wat kan mij het schelen waar het vandaan komt. Dus dat was helemaal, dat kwartje was helemaal goed gevallen. Ja. En dan last but not least hebben we Bart de Groot die ons gaat meenemen in het spannende verhaal van de IKT. Wat je eigenlijk hier verwacht, Bart? Maar, Jan. Was ook mijn bedoeling om wat te zijn, Daniel. Ja. Maar de logistiek zat in de weg en ik moet een vergadering leiden hierna, waardoor ik de reistijd per auto wilde maken. En dan blijkt dat niet altijd kan op de dinsdagochtend. Goedemorgen allemaal, ik ben Bart-Jan de Leeuw. Ik ben afgelopen maand aan boord gekomen om de IKT-testen te leiden. En daar wil ik even wat uitleg over geven hoe dat in zijn werk gaat. Zien jullie mijn scherm? Even bevestiging uit de zaal dat het scherm zichtbaar is. Oh ja, ik zie het.
Oké. Okay. Ja. Wat de. Ja, we kunnen niet scherp. Ja? Ja? Goed zo. Of zit jij met je vingers aan de knop al? In de planning stond een kwartier, Danilo. Ja. Moeten we even kijken wat we daarmee doen. Ik heb meerdere sets met slides beschikbaar. Ik wilde vooral even uitleggen dat we als opdracht hebben om met het indringend ketentesten de werking van die end-to-end keten te testen. Met als doel om die werking van die end-to-end keten onder controle te brengen. Dat wil zeggen, we gaan er niet voor dat we die werking van die end-to-end keten 100% goed hebben, maar dat we het vertrouwen weten te creëren bij iedereen in het land, dat op het moment dat die keten ergens het niet doet, hè, dat die werking ergens tekort schiet, dat we direct in staat zijn om te analyseren waar dat aan ligt en direct in staat zijn om dat dan ook op te lossen. Het middel om dat doel te bereiken is het inzicht in problemen en oplossingen te bieden. Dat wil zeggen dat we niet alleen maar als IKT rapportage doen van de problemen die we hebben aangetroffen, dus geanalyseerde bevindingen en de onderliggende problemen, maar dat we ook laten zien dat we daarvoor een oplossing in beeld hebben en dat we die op de rit hebben staan. Onze aanpak voor dat IKT is dan om de keten representatief te laten gebruiken. Dat wil zeggen dat we de medewerkers in het land van de bevoegde gezagen vragen om in de samenwerking die nodig is als de wet is ingegaan, met elkaar samen te werken gebruikmakend van de keten. En daarbij vragen we ze om problemen te vinden, te analyseren en te laten oplossen. Wat we dan opleveren is een inzicht in de problemen en oplossingenlijst en een overzicht welk gebruik al is gelukt door wie, om op die manier het vertrouwen in de werking van die hele keten te laten groeien. Dat representatieve gebruik dan? Nou, we hebben met de vertegenwoordigers van de koepels afgesproken dat zij medewerkers vanuit 40 gemeenten, 6 waterschappen, 4 provincies, 2 omgevingsdiensten en 3 rijksoverheden vragen om deel te nemen aan de IKT-scenario's. En dat te doen door hun processen uit te voeren waarbij zij in een ketenscenario zowel de omgevingsplannen maken, publiceren en aanpassen, de toepasbare regels daarbij maken, publiceren en aanpassen, en de aanvragen volledig behandelen die betrekking hebben op wat er in aan content dan in is ingevoerd. En dat doen ze met geschikte data en geschikte software. Zowel de centrale software die wij met z'n allen maken, als de decentrale software van de leveranciers. En dat doen ze in samenhang met elkaar. Dus het is onze opdracht om te kijken naar de samenwerking van die mensen en te zien of het dan lukt om met de tooling die wij bieden en de tooling die ze zelf uit de markt hebben aangeschaft, hun processen uit te voeren. Nou, een lange sheet die het uitgebreid beschrijft, maar de keten bestaat uit mensen, processen, systemen en data. En nou, ik heb er een plaatje bij, dus voor de mensen die in de praktijk met die omgevingswet aan de slag moeten, betekent dat een hele andere manier van werken. Daar hoor ik in deze demo uren met elkaar vanuit DSO en vanuit de techniek eigenlijk weinig over. Ik hoor iets over user experience, maar verder zijn het heel veel technische termen die langskomen. Dus ik merk ook dat ik vanuit het perspectief van die indringende ketentesten, waar wij moeten laten zien dat het een werkbare keten is, eigenlijk de stem van de mensen die daarmee aan het werk zijn in zo'n ochtend als deze wat ondervertegenwoordigd vindt. Maar goed, het kan zijn dat die stem van die medewerkers heel goed in jullie teams allemaal te horen is. En dat is voor mij dan een beetje onzichtbaar. De keten die we ontvangen ze met open arm hoor, als ze komen. Nou ja, precies. Dus onze opdracht en inzet is om juist de buitenwereld in te trekken. Mensen die daar aan het oefenen zijn, de mensen die daar zorgen hebben, de mensen die daar iets moeten, met elkaar te verbinden en uit te nodigen om in die treintjes, zoals we dat noemen, hè, in de samenstelling van meerdere bevoegde gezagen, een scenario op te stellen en dat dan uit te voeren en dan met elkaar vast te stellen, hé, dat werkt eigenlijk helemaal. Die tooling doet het eigenlijk allemaal wel. Onze bevindingen zijn eigenlijk nog op hoe hebben we de samenwerking ingericht en hoe past de content bij elkaar van verschillende gezagen. Dus een andere benadering dan de technische benadering kiezen we. Daarbij hanteren we de keten van processen en organisaties, zoals we die allemaal kennen. Tenminste, dat wordt mij altijd verteld dat iedereen deze kent. En de stappen 1 tot en met 11 in deze plaat,
die vormen de basis voor het uitvoeren, het opzetten van een ketenscenario met elkaar. Nou, dat verdelen we voor het gemak dan even in de drie stappen die wij planketen, toepasbare regelketen en de VTH-keten of de aanvraagketen noemen. En we zoeken dus naar scenario's die eigenlijk door alle drie deze gebieden heen lopen. Vanuit het perspectief is het gewoon werkbaar wat de initiatiefnemers voor zich krijgen en wat vervolgens de bevoegde gezagen mogelijk maken om te doorlopen voor die initiatiefnemers. Nou, als je die plaat iets beter tekent, dan krijg je eigenlijk niet alleen maar één bevoegd gezag in de plaat in het midden, hè, waar omgevingsbeleid, toepasbare regels en vergunning, toezichthandhaving plaatsvindt. Maar je vindt dat ook bij het waterschap, ook bij de provincie en bij de Rijkspartij. Er zijn zelfs meerdere Rijkspartijen. Wat we dus zien, is dat die scenario's, als we die levensecht, hè, als we die werking zoals die dadelijk in 2023 speelt, willen naspelen in onze IKT, dat we vanuit elk van die bevoegde gezagen dus deelnemers nodig hebben die hun stapje in dat overzicht uitvoeren en dat in samenhang met elkaar doen, ook met in samenhang opgestelde content. Nou, de lijst die we hebben aangereikt gekregen om te checken of alle capabilities van de keten het doen, is deze lijst, die is gepubliceerd per 1 mei. En die staat onder beheer van het programma. Dus die gaat elke 2 maanden wijzigen, maar daartussenin niet. En die vormt onze kapstok, onze testbasis, waartegen we de scenario's opzetten en waartegen we dus ook de uitvoering kunnen monitoren. Iets uitgeklapt is dat op deze manier weergegeven. Dus alle tussenstappen hier in de planketen weergegeven per omgevingsdocument dat daar dat mee moet kunnen, zijn een jaartje, een jeetje in het schema. En dat betekent dat we in de IKT-testen de deelnemers vragen om vooraf aan te geven welke stappen in dat in die hele lijst met capabilities we gaan doorlopen in een scenario. Zodat we dat vervolgens ook kunnen rapporteren dat ze zeggen ja, dat is werkbaar. Of dat zij ons een bevinding aanleveren om op te lossen. En we staan in IKT dan ook klaar met vertegenwoordigers van alle OBO's en ook vertegenwoordigers vanuit oplosgroepen van de procesproducten die je gebruikt, je handleidingen, je handreikingen om je werk te kunnen doen, om daar dan direct antwoord op te kunnen geven als er bevindingen zijn. Nou, dit is dan eigenlijk dus de testbasis. Je ziet bij die omgevingsdocumenten en bij die toepasbare regels dat allemaal verschillend zijn per omgevingsdocument. En in 8 tot en met 11, de aanvraagafhandeling, zeg maar, is dat niet uitgesplitst per document. Nou, wat moet er 1 januari 2023 nou minimaal gereed zijn aan werkende keten om in het land zeg maar, de dienstverlening te kunnen continueren aan burgers en initiatiefnemers? Nou, dat zijn deze 5 zaken. De omgevingsvisie moet gepubliceerd kunnen worden. De omgevingsverordening van de provincie moet gepubliceerd kunnen worden. De projectbesluiten moeten kunnen worden gepubliceerd en de omgevingsplannen door de gemeente. En natuurlijk moet iedereen aanvragen kunnen ontvangen. Om daar een beetje grip op te krijgen, omdat ik van buiten kom en ik het lastig vind om de complexiteit van dat hele DSO te overzien, heb ik daar deze plaatjes bij gemaakt om de keten van de data in beeld te brengen voor mezelf. En nou ja, dan zie je diezelfde stappen die we daarnet zagen in het overzicht. Het maken, het valideren en het publiceren van omgevingsdocumenten. Dat leidt in die ketenscenario's tot deze deliverables, deze omgevingsdocumenten die zich dan in het DSO bevinden. En in de ketenscenario's wordt dan in stap 4a en 4b door de testers, de deelnemers, gecontroleerd dat die goed beschikbaar is gesteld, dat die goed raadpleegbaar is in DSO-LV. Dat moet voor deze omgevingsdocumenten het geval zijn. En wil je op een plek in Nederland dan aanvragen op de goede manier kunnen ontvangen en op de goede manier afhandelen, betekent dan dus dat voor het Rijk, die onderste ANVB's, voor de provincie de omgevingsverordening en de omgevingsvisie, voor het waterschap de waterschapsverordening, voor de gemeente het omgevingsplan en eventuele projectbesluiten daarbovenop gepubliceerd moeten zijn. Maar om ze goed af te kunnen handelen met toepassing van de juiste regels, moeten die documenten die er dan in staan wel vertaald worden naar toepasbare regels. Dus de juridische regels die in al die documenten staan, die moeten in de keten van toepasbare regels, 5, 6 en 7, ook worden gemaakt, gevalideerd en gepubliceerd.
om ze te kunnen gebruiken in de afhandeling van vragen en checks en aanvragen. Dus dat geven we op deze manier weer. En zo kunnen we tijdens de ketentestscenario's volgen welke stappen dat er in die planketen zijn uitgevoerd en gelukt. Welke stappen er in die toepasbare regels dan zijn gelukt, om daar ook toepasbare regels bij te maken bij de juridische regels in de omgevingsdocumenten. En dan kunnen we een aantal flows door die VTH-keten uitvoeren. Dus 8a, de check uitvoeren zonder dat je daadwerkelijk de aanvraag indient. De aanvraag daadwerkelijk indienen met 8b, zodat die in behandeling gaat, worden genomen door bevoegde gezag. Dat is stap 9a. En dan zien we dus in het DSO een stapel met aanvragen ontstaan die in behandeling zijn. En daar hebben we de mogelijkheid aan de bevoegde gezagen gegeven om een andere behandeldienst in te stellen. Waardoor dus een andere behandeldienst die aanvraag op zijn bordje krijgt, maar wel namens het bevoegde gezag gaat afhandelen. Maar met name ook dat in stap 11 de samenwerking tussen verschillende bevoegde gezagen gestart moet worden. Om te zorgen dat een aanvraag die regels raakt van meerdere bevoegde gezagen, die omgevingsdocumenten daaronder, op de goede manier kan worden afgehandeld. Nou, en die praktische uitwerking van wat we mogelijk hebben gemaakt in de praktijk en in de samenwerking tussen de medewerkers van die verschillende bevoegde gezagen, dat is een hoofdonderwerp in de indringende ketentesten. Want we willen vaststellen dat het een werkbare keten is voor die mensen die in de praktijk dat werk moeten doen. We merken dat het best een complex geheel is om te snappen waar je dan mee bezig bent. Mirella zei daar straks ook iets over vanuit die sessie. Maar we willen ervoor zorgen dat in 2023 degene die verantwoordelijkheid hebben voor de afhandeling van die aanvragen, checks en meldingen, dat die gewoon een werkbare keten tot hun beschikking hebben. Die het goed doet, functioneel, en die natuurlijk ook robuust en snel genoeg is. Vandaar dat jullie deze hele PI bezig zijn met die rotsvast maken van alle DSO-voorzieningen. Nou, dat is eigenlijk de keten van data die ik wilde laten zien, die we eigenlijk hanteren bij het komen tot die samenhangende ketenscenario's. In de voorbereiding van zo'n scenario met een provincie kwam bijvoorbeeld een bevinding naar boven dat er gezegd werd, nou, een tijdelijk regelingdeel en een voorbereidingsbesluit van de provincie. Dat zijn nou typisch twee van die onderdelen in die omgevingsdocumenten die heel goed bij elkaar moeten passen. Dus we gaan in de praktijk met provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen zien dat die samenhang van die juridische regels zich vertaalt naar een samenhangend afhandelen van aanvragen. Nou, in de gezamenlijke route is het indringend ketentesten helemaal in het midden geplaatst. Er staat indringend testen van de keten en laatste verbeteringen lokale software. Nou, we hebben dat in de planning zoals we die hebben staan afgesproken om gewoon voort te zetten, ook vanaf 1 juli, dat we ondersteuning blijven geven op deze manier aan de treintjes, dus aan de partijen die zeggen wij hebben behoefte om aan het indringend ketentesten deel te nemen met onze ketenpartners. Geef ons begeleiding, zodat wij daar heel precies doorheen kunnen gaan om problemen die we anders nog niet zouden zijn tegengekomen, toch boven tafel te tillen. Dus het is echt wat je noemt testen als de koplampen van het project, die op de weg schijnen waar wij overheen moeten gaan rijden met elkaar. En daar laten zien welke lastigheden we dan nog gewoon tegenkomen in de praktijk door mensen die het gaan doen. Nou, dat betekent dat we de focus in de eerste fase, nu, waar we nu mee bezig zijn, hebben op die werkbare systemen en procesproducten. En dat we in die tweede fase uitbreiden naar een werkende dienstverlening. Omwille van de tijd, hoeveel sheets heb je nog? Ik heb volgens mij bijna alles laten zien wat ik wil laten zien. Namelijk dit, dat we de afgelopen week de eerste set met bevindingen hebben opgehaald met 3 deelnemende ketenscenario's van een gemeente, van een omgevingsdienst en van een waterschap. En dat we een proces hebben ingericht waarbij de IKT-meldingen die hier aan de linkerkant binnenkomen in de TBO technisch worden opgelost door jullie en dat hebben jullie ook allemaal verteld in de demo's, dat jullie meteen klaarstaan om bevindingen op te lossen. En dat problemen die in die kant van de samenwerking en de praktijk en hoe de mensen met elkaar samenwerken worden afgehandeld, dat noemen we het TOBIC, TOBIC of TOBIC begint het genoemd te worden, waarbij dus DSO en ADS samen optrekken
om te zorgen dat bevindingen die niet van softwaretechnische aard zijn, maar die te maken hebben met hoe werk je dan in die keten, parallel worden voorzien van oplossingen. En ook als er tijdelijke alternatieve maatregelen voor nodig zijn om met die manier van werken toch uit de voeten te kunnen, komen ze hier weer op die problemenoplossingenlijst en die gaan we publiceren. En de samenvatting is dat wij die belangrijkste problemen en oplossingen publiceren, eerst in de projectgroep op de donderdag en dan naar buiten, dus nu nog niet. Wat hebben we nog van jullie nodig? Nou, we krijgen van de business liaison managers voldoende deelnemende gezagen en medemensen om ze uit te voeren. Jullie kunnen ons helpen met realistische testscenario's die de capabilities afdekken. Dus als je nog ideeën hebt, suggesties hebt over wat zouden de gebruikers in hun samenwerking nou kunnen doen in zo'n IKT-test, om iets waarvan je zegt van nou, dat ligt misschien nog een risico of dat het allemaal wel goed doet. Stuur mij dan die voorstellen voor die scenario's. Dan breng ik ze in de ketentestteams om te kijken of we daar mee aan de slag kunnen en de werkbaarheid van de keten op die manier kunnen beproeven. Oké. Dankjewel. Vragen? Duidelijk verhaal. Dank voor de samenvatting over hoe het deze hoort. Oh, ik zie daar nog één handje komen. Rivka? Je noemde dat er oplossingen worden gepubliceerd. Ik ben van het IPLO, van het Informatiepunt Leefomgeving. En ja, het lijkt me wel handig dat we die oplossingen dan ook, dat die informatie ook naar ons toe komt van het IPLO. En te kijken waar we dat gaan, die oplossingen dan gaan publiceren. Nou, inderdaad, is precies de bedoeling. En ik heb ook aan Peter Kok gevraagd, hè, die met de inrichting van de versterkte serviceketen bezig is en waarin IPLO het een centrale rol speelt, om iemand vanuit het IPLO af te vaardigen of te vragen, zeg maar, in onze uitvoeringsweek deel te nemen. Omdat dat in de bevindingen overleggen einde dag, elke dag, heel duidelijk naar voren komt wat er voor mensen nog onduidelijk is, wat voor behoefte er is aan de uitleg die je bij IPLO kunt halen. Dus we proberen ook de werkwijze na te doen die in 2023 het geval is. En dat is als je lokaal geen contactpersoon hebt die je het antwoord kan geven, dan bel je het IPLO van hey, ik zit met deze vraag, hoe kom ik hieruit? Dus daarom zijn jullie vast ook een onderdeel van die indringend ketentest aanpak. Oké, nou, wordt vervolgd. Mm-hmm. Andere vragen? Ja, Gijs van Dijk, last but not least. En dan wil ik de boel afsluiten, want dan moeten we verder. Ja. Kijken jullie ook naar oplostermijnen, wijze van oplossen issues in de keten door DSOLV en of leveranciers, vanuit het idee dat je controle wil hebben over de keten? Ja, inderdaad. Dus we zijn in gesprek met de softwareleveranciers die de producten lokaal leveren voor de bevoegde gezagen om hun werk mee te kunnen doen. En intensiveren het contact met die softwareleveranciers, zodanig dat ook zij helpen om de goede scenario's aan te dragen om uit te voeren. En we daarmee boven tafel kunnen tillen dat die bevoegde gezagen met hun softwareproduct goed door die keten heen komen. Kortom, het is ook een manier voor die softwareleveranciers om in de indringend ketentesten te laten zien, hey, de partijen die met ons product werken, die komen daar goed doorheen. Dus daar is een heel nadrukkelijke samenwerking mee. Nou, fijn. Dankjewel. Alsjeblieft. Verder geen vragen meer, gelukkig. Dan gaan we nu afsluiten. Dan kunnen we door naar de gebruikerstoepassing, de review. Dank, Anne. Nee, jongens, nog heel even voordat we allemaal verdwijnen. Want dit zie ik als een kans, omdat ook in het land bijna alle teams, product owners enzovoort vertegenwoordigd zijn. We staan op de vooravond van een nieuwe definitie voor het volgende PI. Dat gaat komende donderdag van start. Ik heb jullie presentaties net gezien, hartstikke goed werk. Overigens heel veel woorden, weinig beelden. Maar we zijn hartstikke hard bezig met onder andere performance en stabiliteit. Hè? Want het gaat heel weinig over gebruikersfuncties natuurlijk. Dat was net ook een opmerking. Het is zo dat wij als TBO, wij zijn de regisseur van enerzijds het aanbod. Hè, dus van wat kun je ontwikkelen, maar ook het aanbod van wat wil ik dat ontwikkeld gaat worden. Dus de demand zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant, wat kun je daadwerkelijk waarmaken, de supply kant zou ik maar zeggen. En dat staat onder ongelooflijke druk.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken, Arco Grootheide, die wil heel graag in het komende PI echt de deur dicht doen als het gaat om veranderingen en om changes. En ik vroeg aan Martin net van, joh, al die dingen die nu langskomen, al die ontwikkelingen, wisten wij daar allemaal van? Nou, dat weten we natuurlijk niet allemaal precies, want dat zit, zoals het bij een agile organisatie hoort, bottom-up, hè? Het zit in de organisatie. Maar het is zo dat we daar grip op willen hebben. We willen weten wat er gebeurt. We willen weten wat er ontwikkeld gaat worden. En ik wil alle teams en alle mensen vragen om met het perspectief op dat nieuwe PI dat er nu aan zit te komen, transparant te maken wat je nog nodig vindt. Dat moet gebeuren. We willen dat gewoon goed transparant hebben, ook in technische zin. Opdelen in dingen als middleware. Ik heb heel veel upgrades gezien, ook in de slides. Belangrijk, zet het op in de tijd weg, in de 3 maanden van dat PI, wanneer je dat gaat doen. Geldt ook voor al je technische aanpassingen. Voor bevindingen is dat lastiger. Daar moet je echt capaciteit voor inplannen. Dan wil je echt vragen om daar heel transparant in te zijn. We gaan daar met elkaar best wel zware discussies over krijgen, is de verwachting. En wij worstelen daar ontzettend mee. Dus onze productmanagers die zijn daar eigenlijk verantwoordelijk voor. Maar het is echt heel moeilijk als je niet daar transparantie op krijgt. Dus ik wil iedereen vragen, en ik roep dat daarom toch nog even in de blessuretijd. Alsjeblieft, maak het transparant. Heb er de komende dagen in je teams over. Donderdag is de eerste bijeenkomst. Leg het op tafel en maak het bespreekbaar. Voorzitter, wil ik iedereen zeer complimenteren, want ik vind het waanzinnig hoe wij in deze fase op weg naar de inwerkingtreding met elkaar, ja, deze resultaten nog boeken. En ik heb ook de planningsresultaten van de vorige PI's gezien. We zijn supergoed als team ingewerkt. Hè. Dat was 94%, Danilo. Hè. Nou, dat zegt wel iets over hoe wij met elkaar samenwerken. Nou, dat ook even complimenten dan maar even ervoor geroepen. Maar dit is wel het perspectief waar we met elkaar inzetten. Dus don't shoot the messenger, maar wel graag transparantie. Dank jullie wel en sorry voor de uitloop vandaag. Zo, dank. Gouden keel spoelen. Rick, zullen wij vast de boel opzetten hier? Ja, dat vind ik het altijd. Ja, ik ben nog een half uur, toch? Zo, 20 minuten. Ik heb het niet gezien. 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 Ik heb het ni